Goedemorgen, Stef. En de beste luisteraars, niet kijkers. Het zijn luisteraars. Exact. Vanaf nu ga ik ook als achtergrond gewoon een afbeelding gebruiken, zodat we alleen maar kunnen luisteren en niet afgeleid worden door epische Minecraft skills in deze tweede aflevering van 2 naar 1. Het is hype. We gaan het deze keer vooral hebben over rapmuziek en het hip-hop muziekgenre en dergelijke. Exact. Scratch that plaatje, Stef. Let's go. Vincent, voordat we gaan beginnen, wil ik toch nog wel het over iets hebben. Spannend. Vorige aflevering had je iets gezegd over... Ik zei iets over de impliciete associatietest en jij gaf daar een uitleg bij. Maar blijkbaar, Vincent, klopte die niet helemaal. Zou je even willen toelichten? Blijkbaar lul ik gewoon een beetje uit mijn nek eigenlijk. Hè? Ja, dat kan als gebeuren. We eerlijk zijn. Ja, wat ik heb uitgelegd was iets helemaal anders. Dat was de thematische apperceptietest. En dat is wat ik dus zei met die afbeeldingen en ambiguë situaties interpreteren. Allemaal mooi, hè. Maar de impliciete associatietest, waar Stef het over had, is eigenlijk dus iets helemaal anders. En dat komt er eigenlijk op neer dat je hebt één toets aan de linkerkant en één toets aan de rechterkant van het toetsenbord waar je vingers op legt. Je moet op één van die twee toetsen klikken bij het verschijnen van een woord. Dat woord kan ofwel neutraal zijn of wel een soort betekenis hebben, zoals bijvoorbeeld iets te maken hebben met slecht zijn voor andere mensen of zo. Mm-hmm. En je moet bijvoorbeeld op de rechterknop drukken als het woord hoort bij slecht of ikzelf. En op de linkerknop drukken als het woord hoort bij goed of niet ikzelf. En die labelings van die labels van die categorieën die wisselen dan zo'n beetje om. En ze gaan dan kijken welke reactietijden het snelste zijn om te zien of dat je slecht beter kunt associëren met uzelf of slecht beter kunt associëren met niet uzelf. En zo halen ze je attitude er eigenlijk een beetje uit. Ja, en had jij ook iets gevonden als in wat dat mensen impliciet denken over ras? Ja, dat mensen impliciet racistisch zijn of niet? Geen specifieke studies, daar heb ik niet echt gezocht of zo. Maar ik weet wel dat ze er zijn, maar ik weet niet de specifieke resultaten. En een specifieke beschrijving kan ik niet geven, maar ze zijn er wel die dat bewijzen dat mensen die dat op zelfrapportagevragenlijst, dus echt gewoon dat ze het expliciet bevragen van bent je racistisch of niet, daar antwoorden ze nee. Maar uit dergelijke impliciete instrumenten blijkt dan toch wel dat het antwoord eerder ja zal zijn. Oké, dus voor alle mensen die denken, Stef is een racist, is impliciet racist? Nee. Iedereen is zo. Niet iedereen is. Dat is een verbeelding. Maar dus ik ben niet racistisch. Ja. Hè? Ik heb het gewoon ben ik het toegelicht vorige keer en nu heb ik het verklaard met Vincent. Ah, Vincent heeft het verklaard en ik zei, Vincent, leg het uit. Oké. Goed? Iedereen tevreden? Goed. Vincent, jij tevreden? Ik ben best tevreden, ja. Okay, ik ben wel tevreden. Hoe gaat het ermee, Vincent? Ja, wel oké. Ik ben wel hyped om dit op te nemen. Ja. Ik heb er zin in. De audio zou ook wat beter moeten zijn deze keer. Ja. Vorige keer was uw geluid een beetje afgevlakt bij mij. Dat hebben we een beetje proberen op te lossen. Maar wat er nu dan wel opkomt, is het Discord, het programma waarmee dat we dit gesprek voeren, dat een beetje op zich laat wachten soms, mm-hmm. Want het lijken is en zo. Maar we komen er sowieso wel door. Ja, dat is sowieso niet heel praktisch dat we allebei in een ander gebouw zitten. De meeste podcasts zijn naast elkaar. Mm-hmm. Nou ja, oké, ik bedoel het hiermee. C-woord kunnen we niet afspreken, jammer genoeg. Misschien moet je nu gewoon het corona-woord zeggen dat het even uit je systeem ja, is. Ja, oké. Okay. Corona. Nee. Oké, okay, goed. Super. Ja, even nog vermelden dat we beschikbaar zijn op Spotify. Ik vond het best cool. Ik heb er echt zo 10 minuten aan besteed. Het ging echt heel vlot. Ik weet niet waarom het zo vlot ging, maar ineens zijn we op Spotify. Dus als je van 2 naar 1 opzoekt en dan onze namen, dan vind je dat op Spotify. Je moet best wel veel ingeven voordat je het vindt. Omdat we nog niet zo populair zijn, denk ik. Nog niet. Hè. Nog niet, nog inderdaad. Niet. Ik gebruik het ook wel consciously nog niet. Ja, dat is wel cool. Vandaag gaan we het hebben over rap. Huh? Dat heb je al aangekaart, denk ik. Maar voordat we eraan beginnen, wil ik even nog eens ranten. Mijn mama werkt bij de federale overheidsdienst Financiën. Mm-hmm. En die werkt nu momenteel thuis, omdat het C-woord. Het C-woord, ja. En die werd om een seconde gebeld door iemand die vraagt... ik heb een mail gekregen. Daarin staat dat ik 12 euro moet betalen aan de federale overheidsdienst. Op dit rekeningnummer, is dat echt? En voor iedereen die nu luistert, dat is nooit echt. Ze gaan nu nooit een mail sturen waarin staat, betaal 12 euro aan ons. Zo werkt het nooit. Ze sturen een brief. Ze bellen nu waarschijnlijk ook niet eigenlijk. Het zijn altijd brieven of zo.
Dus als je zo iemand bent die mensen zo afzet, dat zijn voornamelijk oude mensen die bellen, hè. Omdat oude mensen weten niet per se wat dat phishing is, hè, phishing. Die bellen dan. En die zijn dan helemaal in shock van, waarom moet ik ineens zoveel geld betalen? En dan, €12, dat is nu niet zoveel, maar gewoon. Ja, nee, maar dat kan verschillen. En dan, dat vind ik erg. Ik wou het gewoon even van harte krijgen. Als je zoiets doet, als je zo'n scammer bent, ik heb geen respect voor u. Je bent letterlijk afval. Dat was het. Oeh. Ga je niet akkoord met mij, broer? Ga je niet akkoord met mij? Ja, tuurlijk wel. Je zet alleen gewoon maar oude mensen aan het naaien, eigenlijk. Ja, voilà. Dat is echt gewoon gebruik maken van de zwakkere populatie, ja, die dat er niet veel tegen kunnen doen. Inderdaad. Die gewoon niet zoveel kennis hebben van computers of van hoe dat werkt. Daar heb ik geen respect voor. Nee. Dus dat wil ik gewoon even vermelden. Ik weet dat aan iedereen boeit, maar toch. Ik ga het gewoon even vermelden voordat we hier aan het begin beginnen. Ik zal nu kort de geschiedenis van rap geven. Of misschien ben ik al te lang aan het praten. Misschien moet jij nog eerst iets doen, ik weet het niet. Nee, van mij mocht jij gewoon ons een beetje inleiden in de wereld van de rapmuziek eigenlijk. Okay. Ik denk dat dat wel gepast is. Ja, perfect. Dus, jaren 70. De mensen, vooral de zwarte community, was niet zo heel tevreden met de stand van zaken. En als reactie daarop, zijn ze begonnen met muziek maken. Dus met platen en zo. Er is een heel goede serie op Netflix daarvan. Ik kan even niet op de naam komen. Ik zou het ook niet weten, maar ik zal het opzoeken terwijl je verder praat. Ja, perfect. Dus sketchen van platen. Zo is hip-hop muziek ontstaan. Hè? Dus als reactie op gewoon die establishment. Hè? Heel veel racisme toen ook. Nu nog steeds. Hè? Maar gewoon veel meer, denk ik. Persoonlijk, ik weet het niet. Ik ben natuurlijk geen minority group. En daarbij werd vaak gerapt door een MC. En zo is dat eigenlijk ontstaan, rapmuziek. Er zijn verschillende groepen ontstaan. Je hebt Wu-Tang Clan, Cypress Hill, NWA. Ik mag die afkorting niet uitspreken. Ik heb de pas niet, broer, sorry. Ja, je bent maar impliciet racistisch, niet echt expliciet. Dus. dus zo zijn er verschillende groepen ontstaan. Dat is eigenlijk blijven groeien. Ik denk, rap is enorm gegroeid, als je erover nadenkt. Dat uit de Bronx ontstaan is, hè? Dus een heel klein deel, heel klein. Ik denk dat er heel veel mensen wonen eigenlijk, heel dense, maar nog. Mm. Een heel klein deel van de wereld ontstaan, van Amerika. En dat is ontploft. Iedereen kent rap nu. En dat vind ik zeer noemenswaardig, ook zeer respectabel. Hè? Ja, dan dat is wel heb echt gestoord, hè? In de jaren 90 zo'n nog een beetje Tupac en Biggie Smalls gehad, de rivalen, die eigenlijk oorspronkelijk bevriend waren trouwens. Maar dan, ik weet niet meer wie dat wie had beschuldigd van lyrics stelen, maar dat was iets. En dan uiteindelijk zijn ze gewoon uit elkaar gegroeid. East Coast was dan... East Coast was Tupac, denk ik? Dat kan, ik zou het niet weten. East Coast was Tupac, ja, dat is New York. En West Coast was dan Biggie Smalls, Los Angeles. En dat is heel, heel erg verlopen. Allebei doodgeschoten, denk ik. Ja, ik zeg vaak denk ik, weet het, Bram. Bram zei dat ik te vaak denk ik of I guess zeg. En dat is misschien wel waar. Hmm. Maar misschien is dat wel waar, of misschien moet Bram gewoon zijn vieze muil houden. Ja, inderdaad, val ook af. Ook een hypothese. Ja, kan. Grapje, Bram. Je bent perfect zoals je bent. Moet ik niet overdrijven, toch? Nee, dat is waar. Dus ik denk dat de Netflix-serie waar je het over hebt, Hip-Hop Evolution of Revolution, Hip-Hop Evolution, kan dat? Nee, volgens mij. Nee, het was de Get Down. Get Down. Ah ja, die staat hier ook bij. Ja, de Get Down. Dat ging volgens mij, zeg het weer. Dat ging over de Wu-Tang Clan. Hoe die ontstaan zijn. Een heel mooie serie eigenlijk. Ja? Ja. Ja. Denk ik. Ik denk het. Ze kunnen er wel mooie media over maken vaak, over zo de geschiedenis van dat soort muziek. Zoals er ook bijvoorbeeld de film Straight Outta Compton over die NWA, wat dat je niet mocht vernoemen. En dat vond ik ook wel een heel goede film. Met Ice Cube, de NWA. Ja, die zijn zoon speelt hem in die film, dat is ook wel cool. En die lijkt daar echt hard op hoe dat hij er vroeger uitzag, dat is echt gek. Ice Cube speelt ook mee in heel veel films, hè? Ja. In 22 Jump Street misschien ook. Ik heb die films wel nooit gezien, ga ik eerlijk toegeven. Nou, dat is niet erg. Ja, nee. Dan moet ik zeggen dat... Ik denk niet dat dat...
niet echt een gat in mijn cultuur, denk ik. Allee, ik denk dat er wel cultureel hoogstaandere films zijn die ik beter... Maar als je hem uit wilt zien, het is wel eens lachen. Het is lachen. Maar het is niks wat je echt gaat bijblijven, veronderstel ik. En dan Wu-Tang Clan met Method Man. Veel van de mensen heb ik van horen zeggen, maar nooit echt in die muziek, into hun muziek geraakt. Ghostface Killah. Die naam klinkt heel bekend. Ja, maar, dat is ook gewoon een lid van de Wu-Tang Clan, natuurlijk. Ja, maar die muziek... Sorry, het blijft me niet bij. Ik ben misschien te jong. Ik denk dat ik te jong ben. Je hebt het wel sowieso heb je er wel al eens van gehoord. Want Cream heb je bijvoorbeeld echt gegarandeerd al gehoord. Dat kan niet anders. Ja, maar kijk. Andere generaties ook. Hè. Dus die mensen, dan heb je nu rappers. Kendrick Lamar en zo. Die zijn dan geïnspireerd door die generatie rappers. Mm-hmm. Heel veel van onze rappers momenteel. Ook in de UK, hè. Dus rap is al een spin-off van rap, zogezegd. Hè? Grime is ontstaan in de UK. Is ook redelijk groot geworden. Ik luister dagelijks naar grime. Ik weet niet hoe het bij u zit. Dagelijks zou ik niet zeggen, maar het is wel een van mijn favoriete subgenres. En favoriete genres in het algemeen, in ieder geval. Ja. Sowieso. Oké. Okay. Ja, en dan heb je ook... Korte introductie. Je hebt ook minder goede afsplitsingen natuurlijk, zoals mumble rap. Zullen we het daar direct over hebben? Ja, voor mij is dat goed. We kunnen daar direct naar segwayen natuurlijk, naar mumble rap. Ik denk dat een citaat van A$AP Rocky in een liedje samen met Tyler, the Creator, het wel goed samengevat. I find it hard to find actual talent. Er zit niet veel talent tussen die mumble rappers gewoon, heb ik de indruk. Ik ga grotendeels akkoord met die stelling. Grotendeels hoor ik daar wel, dus er is wel het iets. Het is, hun talent zit niet per se in het lyrics maken. Hun talent zit volgens mij in het advertisen. Iemand als Lil Pump, volgens mij, ik zeg het weer, hè, ik moet er echt op letten. Nee, op zich, ik kan niet veel aan veranderen, het is nog steeds een opinie. Ja, voilà. Allee, als je zo'n dingen zegt, dan kunnen mensen nu ook niet accountable houden van oh, Stef heeft dit gezegd en het is niet waar. Wat is dit voor onzin? Oké. Okay. Ja. Lil Pump, scheidmuziek. Absolute scheidmuziek. 100%, ja. Maar die verkoopt zoveel platen. Dat denk ik ook. En denk je dat dat komt omdat hij dom is? Nee. Nee, helemaal niet. Die heeft andere sterktes, maar volgens mij dingen die je niet direct ziet on the surface. Als je die hoort praten, denk je van... What the hell? Die zijn hersenen zijn echt gewoon moes. Maar oftewel heeft een heel goed marketingteam. Of hij is zelf heel sterk in wat hem doet. Het is zo van die muziek die je in de club afspeelt en je moet wel dansen. Zo. het is de funky vibe die je gewoon... Ja, ik weet het niet. Maar je zegt van, als je het hem hoort praten, denk je dat zijn hersenen moes zijn. Maar dat hangt ook wel echt een beetje vanaf in welke context. Want er is bijvoorbeeld een filmpje op YouTube waarin dat... Met J. Cole. J. Cole, dat die elkaar interviewen. En dan merk je echt wel dat... er zit wel wat intelligentie achter, tuurlijk, denk ik, hoor. Tuurlijk. Maar zit gewoon een beetje verborgen onder de cloud en de dure horloges, denk ik. Oké, kijk. Ik ga nu een bar zeggen van Lil Pump in het liedje Poppin... Van hem, KSI en Smoke Purp? Oké. Oh, jijks. Ja. Maak u klaar. Look at my wrist, corona. Look at my neck, ebola. Of iets in die aard. What the fuck? Wat? Dat kun je toch niet respecteren, gewoon? Echt gewoon inspirerend. Dit is, dit is waar de volgende generatie naar luistert. Op zich snap ik wel waarom William Shakespeare is gestorven, want die wist gewoon dat hij toch niet zou op kunnen tegen wat dat er later was. Ik dacht gewoon van, boys, I'm out. Let me just die right here. I'm over it. Nee, het is wel cringe. Dat is echt gewoon cringe. Oh nee, sorry, maar... ik heb het fout gequote. Het is, look at my wrist, corona, my neck got ebola. Sorry. Je doet hem de eer niet aan, hè. Hij verdient meer eer dan je hem aandoet, man.
Zwaar. Hoe moet het, het correct vermelden? Nee, ja, nee, het is gewoon bagger. Nee, het is gewoon bagger. Ja, dat doing is gewoon drive-bys in de Yoda. Vroom, als adlib. Put up a 7 like Oda. Yeah. Dat is nog iets, hè. Ik denk dat Mumble Rap wel echt zo de adlibs heeft gepopulariseerd en ik erger mij daar enorm hard aan. Ja, ja. Adlibs kunnen wel toegevoegde waarde creëren, ik kan dat niet verliegen. Sommige liedjes, ook van ik kan hem niet direct op een voorbeeld komen, maar ik denk gewoon, adlibs zijn niet altijd slecht. Als je zo, je kunt lyrical zijn en toch een beetje hype. Hè, want ik denk dat dat ook wel een belangrijke distinctie is tussen rappers. Je hebt lyrical rappers, je hebt hype beasts, hype rappers. En ik denk dat er ook lyrical rappers kunnen zijn die adlibs juist gebruiken. Ja, klopt wel. Maar je kunt niet na elke zin een adlib gooien. Nee. Voor mensen die niet weten wat adlibs zijn, ik ga het even doen, hè. Nee. Ik ga een bar... Wist dat jij doet adlib, ik ga... Oké. Okay. Look at my wrist, corona. Bitches. Zo. Money. Let op, dit is het. Oh, dat irritant stemmetje na elke zin, dat is de adlib. Dat is de adlib. Ja, het is zoals gezegd, het kan ook juist gebruikt worden, maar het wordt zelden juist gebruikt. Mm-hmm. En zeker bij mumble rappers, want daar is het echt gewoon achter elke zin. En dat klopt toch niet helemaal. Mumble rappers. Hoe ben je eigenlijk into rap geraakt, Vincent? Dat is een goede vraag. Ik kan daar ook zelf niet helemaal op antwoorden, denk ik. Ik gok dat een heel groot deel ervan weer te maken heeft met Inca. Dat shout is eigenlijk naar wel Inca. De bron. Shout-out naar Inca. Ja, shout-out, zeker en vast. My main man Inca. Ouch, maar oké. Ja. Ik denk dat hij mij aan heel veel verschillende muziekstijlen heeft doen kennismaken, mij daar heeft bij geïntroduceerd en dat rap daar ook zeker wel eentje van is. Want hij is wel echt zo into van die oldschool dingen en hij is heel grote fan van Biggie Smalls bijvoorbeeld en zo. En daar heeft en ook MF wel Doom. Een invloed gehad op mij. MF Doom? Ook want die hebben we niet besproken, maar MF Doom, hele goede rapper. Ik wil gewoon even vermelden, MF Doom als je dit ooit hoort. Een van de greats. In mijn... Hij krijgt niet genoeg credit voor wat hem doet, vind ik. Wat hem deed, MF eigenlijk. Doom, als je ooit Nederlands leert en je luistert naar een podcast van twee jongens die praten twee over fucking met brokken willen eten of niet. De twee blankste mensen ooit. Als je ooit naar die podcast luistert. You're the man. Jij bent de man. Nee. Ik geloof, als ik het me goed herinner, dat zijn laatste album wel wat minder was. Maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik weet gewoon dat hij een lyrical genius was, gast. Ja, dat is waar. En ook echt een goede stem. Ja, ja, ja. Denk je dat... Dit is niet racistisch. Is dit racistisch? Dat zwarten in het algemeen een betere stem hebben? Want ik heb het gevoel van wel. Bedoel je een betere stem, period, of een betere stem om dergelijke muziek te maken? Gewoon... Die heeft meestal een zwaardere stem. Is dat racistisch? Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het biologisch bewezen is. Ja, volgens mij is dat niet racistisch. Maar ik denk, zeker voor dergelijke muziek te maken, dat sowieso wel lijkt. Alsof dat die daar gewoon een betere stem voor hebben. Maar ik denk dat dat ook gewoon komt omdat wij altijd dergelijke soort stemmen met dergelijke muziek associëren. En dat daarom zoveel beter lijkt voor ons. Oké. En jij, Stef? Hoe ben jij into the rap game geraakt? Hoe ben jij geïntroduceerd? Al dus... Ik ben persoonlijk altijd al redelijk fan geweest van zo agressieve muziek. Dus bijvoorbeeld metal, hè. Ik ben, toen ik jong was, 14 jaar, was ik altijd van... Yeah, bring me the horizon, woo! Dat weet ik veel, dat is niet zo agressief. Cool, ja. Weet je, het is niet zo agressief. Maar dan, ik heb altijd zoiets nodig dat mij zo oppept. Dat is van... Wordt wakker. Ja. En ik vind dat wel een rap. Ik denk... Niet elk liedje, maar gewoon... ik kan het appreciëren. Ik denk dat dankzij... Ik denk dat jij een van de eerste bent die J. Cole aan mij heeft voorgesteld. Niet dat ik daarvoor niet into rap was. Maar sindsdien ben ik wel zo redelijk... redelijk serieuzer bezig ermee. Met zo een beetje alles sample, alles een beetje voelen van wat vind ik goed, wat vind ik niet goed. Het is wel een hele eer gewoon. Omdat ja, maar niet dat ik daarvoor niet naar muziek... Luister, alleen naar rapmuziek luisteren.
Maar als je nog nooit van J. Cole had gehoord, heb je dan ooit al wel naar rapmuziek heel geluisterd? Goed punt, heel goed punt. Ook een van de greats, J. Cole. Zeker, als je er ooit naar luistert, J. Cole. You the man, jij bent de man. Dat moet zo'n een standaard geluid worden, dat ik op een knop duw en dat is gewoon dat geluid. Zoals zo van die BBC-radiopresentatoren die dat zo op een knopje voor een vuvuzela kunnen drukken. Nee, wat je zegt herken ik wel, Hert. Dat je zo zegt dat je zo muziek nodig hebt die dat zo agressief is en je wakker maakt. Wat ik zo, niet meer wil zeggen, dat alle rap agressief is. Nee, tuurlijk. Snap je? Maar ik heb zo... Ken je Ghostman en zo? Van die mannen? Dat is echt gewoon bas. Je hoort gewoon bas. En ik heb dat gewoon nodig om wakker te worden soms. En ik respecteer dat. En soms als je even boos bent... Of je bent sad, gewoon even... Ja. Maak mijn dag. Nee, en dan gewoon even minderheden gaan slaan. Wow. Ik herken dat ook in het feit dat je zo echt wel fan bent van... Allee, dat je zo echt wel eens graag luistert naar Jump Up ook. Ja. Want dat is ook echt zo even gewoon zo uw aderen een beetje open. Zo. Ja. Het ding dat ik wel heb met Jump Up is dat ik meer de neiging heb om te dansen. En dan heb ik mijn rap niet meer. Dan ben ik zo van, oké. Bijvoorbeeld, dit is misschien wel... Een redelijke... Ik zal eerst nog een verhaal vertellen over toen ik met Kevin security was op Pukkelpop. Ja. En dus... we zijn 3 dagen gaan werken op Pukkelpop. Heeft ons €90 opgeleverd. Mm-hmm. Absoluut afzetterij. Ja. En 3 t-shirts. 3 t-shirts, niet vergeten. Dus dat is €10 per t-shirt, €30, €120. Het niet waard. Maar je waard er wel. Ja, en we mochten na 8 uur of na 7 uur mochten we doen wat we willen. Of houden. En dus, we stonden in de boiler room. Is het de boiler room? Ja, dat is de boiler room waar jullie stonden, denk ik. Hè. Ja, en daar was een jump-up artiest. En wij moesten dan van voren gaan staan. En het was zo insane moeilijk om die gewoon mee te dansen met iedereen die daar bezig was. Het was zo moeilijk. En dan al die boys waren gewoon zo... allemaal gewoon ecstasy... Rhythm, helemaal... Ja, je kent het wel. Je weet wat die mensen eruit zien. Je weet wat die doen. Die eten ketamine in plaats van frietjes op festivals. Die worden wakker in plaats van een boterham met kaas, en een boterham met ketamine. En die zijn klaar. Die zijn klaar om te gaan. Het zijn ook gewoon van die mensen die wakker worden op de camping en echt gewoon in plaats van een wekker af te drukken, drukken die hun JBL-boxje op en beginnen te jump-up te spelen. Letterlijk. Dat zijn zo mensen. En ik respecteer dat. Ik respecteer de grind. Ja. Dus ja, dus we even overgaan naar het volgende onderwerp waar ik het over wil hebben. En dat zijn favoriete artiesten en concerten waar we al eens naartoe zijn geweest en die je opnieuw zou willen doen. Want wij zijn samen al naar 1 concert geweest, toch? Ja. Ja, Stormzy, maar mee met Big Mike. Samen met Mirte. Mirte was er ook bij. Shout-out Mirte. Shout-out naar Mirte. Nee, dat was zeker de moeite. Dat was leuk. Zijn microfoon stond een beetje te stil, dus het was een beetje een te smal mic. Dat is een bar, gast. Heb je daarover nagedacht? Ik bedoel, ik denk na over alles. Oké, je hebt erover gedroomd, dus. Oké. Nee, dat was wel eens de moeite. En ja, ik vind het nog wel jammer dat we nog niet meer de kans hebben om naar echt wat dergelijke hip-hop, rap, grime-achtige optredens te gaan, want ik denk dat we daar allebei wel van kunnen genieten. Ja. Is Skepta ooit al in België geweest? Al meermaals waarschijnlijk. Ja, maar zo heel kleine zalen en dan toen het nog niet zo heel groot was, waarschijnlijk ook niet. Wuha is in Nederland zeker, hè? Ja. En ik denk dat Skepta ook al wel eens op Doer heeft gestaan. Nee, ik kan van het zien. Doer. Doer, vreemd festival. Ja, maar ik denk dat dat wel... Ja, nee, het is dubbel. Ik denk dat er heel veel vooroordelen over zijn. Ja. Zeker in verband met drugs en zo. Maar een deel daarvan klopt volgens mij ook wel gewoon. Ja, ik denk dat ook. Maar ik denk als je echt... Dat is niet dat je daar drugs moet nemen of zo. Je kunt daar gewoon naartoe gaan maar genieten. Maar oké. Dus, want er zijn wel goede artiesten. Favoriete artiesten, Vincent? Ja, als het echt op rap aankomt, dan denk ik dat J. Cole toch wel van boven blijft staan bij mij sowieso. Ja, en hoe lang staat hij al? Toch al even. Ja, toch echt al wel van sinds het begin dat ik geïnteresseerd ben in rap eigenlijk. Toch echt al wel een aantal jaren sowieso. Respect, man. En bij u, de favoriet? De all-time favorite? De all-time favorite? Dat is een hele moeilijke, vind ik. Ik ben iemand die heel snel overschakelt. Ik ben niet zo heel consistent, snap je? Ja, wie is het momenteel? Momenteel? Ik denk momenteel Skepta.
Oh. Ja, en dan, dus... age. Want, volgens mij kennen niet veel mensen age. Dat denk ik ook niet. Ik ook niet, voordat jij het hem had laten horen. Dat is gewoon een blanke boy. En die heeft hele goede flow. Ja, dat is waar. Hele ziekelijke flow. Dat is waar. Goeie teksten ook. Maar Skepta heeft een, in mijn opinie een betere stem en ook minstens een even goede flow. Allee, wat? Skepta is gewoon echt een G, een great. Een god. Dat is echt waar. Dat is one echt of the great. J. Cole, ook een van mijn favorieten. Ook een mastermind gewoon. Niet aan te tippen. Dat zijn echt wel veel mensen. Er zijn echt veel mensen, maar het is vaak als je zo op name moet komen, op dat moment zelf, dat echt al die mensen uit je geheugen verdwijnen. Letterlijk. Ja, Stormzy ook heel goed. Want, we hebben wel gezegd dat we naar een concert zijn geweest, maar we hebben hem niet vermeld bij favoriet. Dat is een beetje disrespectful. Ja, maar mijn Mike. Big Mike, dat is Nino Assistance. Zijn nieuwe album, ik ga iets zeggen wat letterlijk iedereen op de planeet al heeft gezegd en elke muziekcriticus op aarde al in zijn krantenartikel heeft geschreven, maar zijn nieuw album is wel echt heel, heel popperig. En ik vond zijn oudere muziek wel leuker, aangenamer. Akkoord. Maar ik denk ook wel... Ik wil het niet zeggen, want iedereen zegt het, maar hij is softer geworden om meer mensen aan te spreken. Ja, dat logisch ook. Hè? Ja, natuurlijk. Je zou verminderen. Gast, hoeveel geld dat hij verdient. Letterlijk. Dat is echt, die heeft een collab met Ed Sheeran. Misschien meer dan één, ik weet het niet. Ik denk het, meer dan één. Meer dan één collab met Ed Sheeran. Je bent binnen, hè, gast. Je kunt zwemmen. Je bent Dagobert fucking Duck, hè. Je kunt zwemmen in geld. Stormzy is Dagobert Duck, confirmed. Maar dan langer. Maar al bij al blijft hij toch wel... ergens van boven staan en gezegd hij is softer geworden, dat is waar, maar dan komen ineens die diss tracks. Dan komen shit. Die diss tracks tegen ik mij. Ik was zo hyped daarvoor, omdat je werd Stormzy kwijt, hè. Je dacht, allee, Stormzy kwijt, ik ben echt overdrijven, hè, mensen. Nee, ben het overdrijven. Maar je dacht van, oh, Stormzy is weg. We zijn hem kwijt, jongens. Dat was die ene meme van when one of the guys gets married of zoiets en dan begraven is of whatever. Je bent Stormzy kwijt. Er is even beef met Wiley. En... die springt in de kamer. En die haakt onze hoofden eraf. Dat is wat hij doet. Oh my god. Hele goede distrack. Ja, dat was heftig. En heeft dat in zijn optreden gezongen, hè. Oh, dat was het lidste ooit. Dat was echt een hoogtepunt nog wel van het optreden. Ja. Gewoon die distrack tegenover Wiley. Dat was voor mij het beste. Omdat, ja, misschien wel. Als je bijvoorbeeld... Ik even een voorbeeld geven van waarom dat ik denk dat Stormzy... Allee, ik denk dat redelijk algemeen aanvaard is dat Stormzy zachter is geworden. Popperig. Ja. Populairder. Hoe zeg je dat? Popperig? Ja, popperig is... Poppers zijn drugs of zo, dus misschien... nee, dus... Normaal gezien... Big for your boots, hè? Shut up. Allemaal... opgenomen in een of ander park of zo, echt een lusje, met de lusje boys. Dus dat is de ene gast. Er is een moment in de videoclip, het is van my guy met een geweer of zo. En dan kijken ze even naar die gast, en die gast zit daar gewoon zo op een... Dat is niet gewoon een geweer was. En dan was ik in Malta met mijn vrienden. Hè? En ineens komt Stormzy op de radio met Own It. Ik weet niet of je Own It kent. Niet van buiten, maar ik zal het al wel eens gehoord hebben. Dat is met Ed Sheeran. Dat is een van die collabs met Sheeran. Ja, 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 ja. En dat is heel zachte, heel mellow. Goeie muziek eigenlijk. Hè? Ik zeg niet dat dat slechte muziek is, dat is goede muziek. Maar mijn vriendin Inne, die normaal gezien niet zo into rap is, of niet zo into mijn style rap, hè, dus hardere dingen, die zei van, oh, dat is echt goed, van wie is dat? En ik zei, van Stormzy. Is dat van Stormzy? Want ik had toen ook gezegd van, ik ga naar Stormzy dan in februari. Of, ja, ja, ja. En zij zei, is dat van Stormzy? Wow, als ik dat wist... dat vind ik een mooi voorbeeld om aan te geven dat Stormzy wel degelijk iets commerciëler is geworden. Dus commerciëler vind ik een beter woord. Ja, maar commerciëler is inderdaad correct. Niet er absoluut uit dat iets mis mee is, hè. Nee. Het is gewoon een feit, vind ik. Ja. Maar hij blijft goed. Hij blijft goed. Ja. Maar de mensen die dat into commerciële muziek zijn, meer, die gaan dat juist nice vinden, hè. Dus, ja. Ja, absoluut. Dus je gaat een veel breder audience bereiken. Een breder, maar de echte diehard fans gaan wel een beetje afzwakken, denk ik. Ja, je gaat misschien meer mensen hebben die minder geld geven. Die minder bereid zijn om je te volgen.
om dingen van u te kopen. Maar volgens mij, volgens mij, whatever. De increase in mensen is het veel meer waard dan ik denk het ook. Uw drop in. En er zijn nog steeds mensen. Het is niet dat ik ineens zeg van oh, Foxstorm zie. Nee, ik luister nog steeds naar die shit. Als die iets nieuw release, luister ik daar ook naar. Dat is niet dat ik binnen 2 maanden ineens zeg, dat ik nu ineens zeg van nee, stop ermee. Ik ga nooit meer naar Stormzy luisteren. Ja. Of hoe voelt jij je daarbij? Nee, dat is ook wel iets wat ik nooit zou doen, maar dat zou ik bij geen enkele artiest doen, want dat lijkt me gewoon ook niet gerechtvaardigd. Artiesten proberen altijd ook wel iets nieuws, hè, en die proberen met nieuwe dingen aan te komen. En als je gewoon zo... Dat is net hetzelfde als dat... je favoriete pizza-restaurant een nieuwe pizza op de menu zet die dat jij niet lekker vindt en je bent zo van, hier kom ik nou. Allee, dat doet je ook niet. Je pakt gewoon de pizza die je wel lekker vindt, toch? Inderdaad. Of jij release een nieuwe video en dat is geen Harry Potter en ik ben zo van, fuck, dat is geen Harry Potter. Snap je? Ik snap het. En dan ben ik boos, maar dat betekent niet dat ik ga stoppen met kijken. My guy. Elke zaterdag en zondag om 3 uur. Exact. Op YouTube te vinden, voor de mensen die nu op Spotify aan het luisteren zijn. Oh, die mensen. Ja, die... Mama. Onkruid op YouTube. Mijn kanaal moet je niet eens opzoeken. Het is echt zwaar cringe. Kom aan, gast. Nee, gast, whatever. Enter the Gungeon content through the roof, man. Waarschijnlijk toch geflamed door Bram of zo. Streef vuur. Ja, maar Bram. Besef. Bram zet de U video op. Niet eens mijn video. Dat is jijks. Dat is Maarten Naaier. Maar Bram, als je dit hoort, en Naaier. Zover komt Bram toch niet in de video. Naaier. Oké, dus vorige video hebben we Michael uitgekakt. Deze video Bram. Volgende video zullen we Kevin de grond inboren. Maar je kunt Kevin de grond niet inboren, gast. Het is perfect. Oh, fuck. Voilà. Dat is gay. Dat is heel gay. Maar wat is daar mis mee, hè? Nee, een beetje respect voor de boys, dat mag al eens. Letterlijk. Eén ding wat we wel hebben overgeslagen, is uw antwoord op de vraag wie dat je nog wel eens wilt zien of welke artiest dat je echt eens zou willen zien voor de eerste keer. Ik denk... ik heb niet op geantwoord, maar ik zou wel Skepta. Ik zou wel Skepta willen zien. Ja, oké. Dat volgt er wel logisch uit. Dat Skepta in België. JME. Als ik Age ooit zie... Maar het probleem dat ik heb, is dat sommige van die crowds te jong zijn voor mij. Ja. En ik bedoel niet dat die te klein zijn, want al die mensen zijn groter dan ik. Zelfs de fucking meisjes zijn groter dan ik. Ik ben 1,77 meter en die meisjes zijn allemaal groter dan ik. Maar gewoon... ik denk, ja, de mensen waar dat rond staat in zo'n concert maken, of they make or break it voor mij. Zo waar, dat kan. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk te focussen op de artiest zelf en te leven in het moment, maar die mensen naast u, als die zo, ja, hoe zeg je dat, als die zo aan het rondspringen zijn, zo, ik weet niet. Of zo bij No Me From staan ze zo stil, bij Shut Up staan ze stil, maar als het dan heavy is, de het is, dan is het zo van, wow! Ja. Ik sta gewoon altijd stil. Dat is mijn ding. Ik snap dat. Je moet echt gewoon alles intekenen, alles opnemen, alles opsnuiven. Als ik wil dansen, dan ga ik gewoon naar Stadsfestival in Aarschot, oké? Let's go, gast. Wordt je in elkaar geslagen? Waarschijnlijk wel. Dus heb je dat verhaal verteld, dat we ooit bijna gevochten hadden in de Stadsfestival? De Stadsfestival. Dus nee. dat was lang geleden. Ik denk 3 of 4 jaar. En we gingen dan nog eens 2, 3 jaar dan. We gingen nog eens 5 in de Stadsfestzaal en ik was met de fiets. En we zetten die daar zo voor op de parking. Mm-hmm. En ineens kwamen er zo 5 boys. En ik zweer, die waren jonger dan wij, daar ben ik heel zeker van. Allemaal tanken. Allemaal grote boys, allemaal brede boys. En die zeggen tegen Rick, want Rick had een fles alcohol vast. Die zeggen, Rick, nee, niet Rick. Mogen wij ook eens drinken? En Rick zei, nee, liever niet. Ja, dus die man van, oké, geen probleem. Allee, hij blijft een beetje aandringen, maar uiteindelijk, hij was niet agressief of zo. Hij was gewoon van, oké, geen probleem. Uh-huh. En toen zei de grootste van die boys, zei tegen mij, of tegen iedereen, zei hij, van, moet jij vechten? En ik zei van, bro, ik kom tot aan uw navel. Ik ga niks doen. Ik wil ook, ik ben ook geen vechter. In contrary to popular belief, ik ben geen vechter. Dus. Iedereen zo, nee. En die gast zo, geen probleem. Als er ooit iemand op de vijf is die je in elkaar geslagen wilt zien, roep mij maar. Hè. En ik zo, oké. En toen begon hij mijn fiets gewoon langs achter te neuken. Wat doet je dan?
Wat een epische saga. Dit is... En dan zijn we die nog tegengekomen, maar ja, hij was een beetje weg van de planeet. Zo. Oei. Dat mag, dat mag. Allee, het is aarschoolstadsfeestzaal. Als het alcohol is, mag het. Zo kaak aan het bijten en zijn ogen zo naar boven. Oh, maar ja, kijk. Komt hij die gast zo nog eens tegen als je security bent bij een jump-up evenement op de kop op? Die gast zo... Hey. Heeft hij je fiets al bij, als partner gewoon? Holy shit, hij is toch getrouwd met mijn 20 kinderen. Fuck man, dat is een goed verhaal. Ja, ik wou het gewoon even bewaren. Het was een goed verhaal. Want allee, ik stond security dan op Pukkelpop, maar ik ben... Kevin en ik, je loopt ons gewoon omver, snap je? Ja, dat is wel echt waar. Allee, wat gaan wij doen? Het is niet dat wij niet breed... Echt... Allee, we zijn redelijk getraind, redelijk breed, I guess. Maar we zijn nog steeds small boys. Maar echt wel tiny gewoon. In vergelijking met iedereen rond ons. Ja, bedoel, vrouwen, we zijn nog wel steeds wel gemiddeld gezien groter dan van 1000 vrouwen, ik denk 750. 800. Groter dan 800 van de 1000 vrouwen. Die extra 50 is echt gewoon die zelfvertrouwen boost dat je nodig hebt om de dag door te komen. Ik heb dat nodig, broer. Man. Oh, fuck. Waar ging deze podcast over? Voor rapmuziek, broer. Wie kan er nooit iets slecht uitbrengen, Vincent? Ja, dat moet wel mijn man J. Cole zijn, toch? Oké. Okay. Maar heb je nog nooit een slecht liedje van J. Cole gehoord? Jawel. Maar slecht. Gewoon niet uw ding. Kijk, zijn... muziek kan niet... Ja. Muziek kan wel slecht zijn. Luister naar Lil Pump. Oh, dat is vuur. Maar mensen die er zoveel tijd en moeite in steken, zoals J. Cole, en die weten wat ze doen met hun muziek, dat kan nooit echt slecht zijn. Het kan uw ding niet zijn. Ja. Ja. Nee, er zijn wel sowieso een paar liedjes van hem die dat we minder aanspreken. Zoals Kevin's Heart, bijvoorbeeld, is erin dat we iets minder aanspelen. Dat is wel mijn ding. Ja, toch? Ja. Ik weet niet, is er iemand anders waar dat jij zo opkomt, waarvan jij zo bent van, nee, nooit iets slecht, kan niet. Want ik vind Skepta bijvoorbeeld, die heeft zo'n liedje Ace Hood Flow, en dat vind ik niet goed. Maar soms, Skepta verkloot het gewoon met beats soms. De beat is gewoon echt soms mijn ding niet. Zijn stem is altijd wel goed in mijn opinie. Ja, dat is wel waar, echt een goede stem. Heel goede stemklank. Kendrick, heeft Kendrick slechte liedjes? Er zijn er ook wel een paar die dat mij minder aanspreken natuurlijk, maar het grootste deel valt wel goed mee, heb ik de indruk. Drank, headshot, dat is een knaller. Dat is een absolute. En dat was voordat hij echt populair werd, hè? Ja. Die zijn één album met zo die albumcover met zo dat busje op of zo. Ja, dat is van Mad City. Ja, ik denk het. Daar staan er één of twee op waarvan ik echt dacht van, oei, nee, dat vind ik niet... Ja. Er is ook één liedje waar dat één stuk in is, dat die gewoon zo 30 seconden aan een stuk met zo'n super doorgekrakte stem praat. Zo, ja. Zo, why the fuck should I care? En dan ben ik zo van, bro, what the fuck, guy. Ik wanneer de snoepjes op zijn. Ja. Ik denk dat er niemand is die nooit iets slecht uitbrengt. Nee, dat is ook echt een unieke gave. Wow. Je moet sowieso ergens beginnen. En in het begin ga je kwaliteit lager zijn dan op het prime van je carrière. Dat is heel logisch. Ja, sowieso. Als je iets niet doet, word je dan niet beter. En daarom denk ik dat wij een podcast aan het doen zijn. Let's go. We willen hier beter in worden. We willen feedback. Feedback is altijd goed, zolang het constructief is. Ik zei gisteren tegen Hanna, waar ik mee ga lopen, als je niet groeit... staat je stil. Fuck. En als je stil staat, dan ben je aan het verliezen. Shit. Toch? Als je hersenen, als je een deel van je hersenen niet gebruikt, hè, dan sterft dat af. Toch? Dat is echt waar, hè? Toch? Ja, dat is waar, ja. Dus, als je, dat is mijn analogie die ik gebruik. Als je niet aan het groeien bent, of het niet aan het doen, niet aan het gebruiken, dan... Wacht, als je nee, niet aan het niet, gebruiken bent, niet meer. Dan staat je stil. Ah, ik dacht... Echt mijn pipi, dat heb ik bedoeld. Maar die is toch enorm. Ja, maar ja. Ooit was die groter. Wat denk je over YouTubers die daar rappen proberen? Zoals Rizegum en de Paul Broeders en zo en KSI.
Ik ga eerlijk zijn. Dat was het moment met al die diss tracks. Vond ik wel hilarisch. Allemaal fake wel... natuurlijk, hè. Maar... Ja, het is wel zo grappig. En je bent zo van, oké. En dan zie je zo dat die een tweede track uitbrengen. En dan denk je zo van, dat is nog altijd bezig. Ah, cool. Dat is zo veel. En dan zo de derde track. En dan denk je zo van, hou eens op. Ja, nee. Ja, dat is wel cringe, ja. Maar er zijn ook heel veel getalenteerde mensen op YouTube die niet per se op Spotify... Allee, die niet direct op Spotify beginnen of direct in zo'n milieu terechtkomen en zo bekend worden, toch? Ja, bijvoorbeeld Justin Bieber, dat is geen rapper, hè, maar die is ook begonnen op YouTube of zo. Ja, en Soundcloud ook heel veel. Ja, Soundcloud ook heel veel, inderdaad. Ski Mask, The Slump God. Dat is een knaller. Volgens mij exclusief op Soundcloud begonnen of zo. Ja, een paar jaar geleden was dat echt zo de manier, hè? Dat is zo'n Soundcloud rappers. Ja, Soundcloud rappers. En dan iedereen zo, check mijn mixtape op Soundcloud. ja. Nee. Ja. Ik denk dat er wel goede mensen tussen zitten. Kent jij goede YouTube rappers? Ja, ik ken er wel één. Maar ik ga hem even moeten opzoeken, want... Jake Hill, Quadeca. Jake Hill is een naam die ik niet ken. Er is wel zo één... Mark heet hij. Dat is... Er is zo... Wacht, waar is deze naam? Mark. Hier. Nee, Harry Mack. Kent u die? Harry Mack. Die, dat is ook wel... Ik denk dat dat een YouTuber is, maar die echt off the top of the dome, streetvuur dat die man eruit spuugt, gast. Er is zo'n filmpje dat Joey Badass echt gewoon zo woorden aan het zeggen is. Zo echt gewoon het ene woord na het andere. En die Harry Mack echt één doorlopende freestyle, heel de tijd. Echt 5 minuten aan een stuk. Respect. En dat is gestoord. En dan is er nog één. Ja, Marlon Craft heet die. Marlon Craft. En ik heb die ooit eens ergens gevonden door zo'n filmpje van Zias en B. Lou dat daarop reageren. En mama. Die is ook echt gewoon zo begonnen met zo random YouTube filmpjes dat hij gewoon in zijn kamer en zijn microfoon staat te zingen. Maar dat is ook, die is blank. Maar wow, daar zit wat flow achter, zijn vriend. Fuck. Een vraagje. Token. Ja. Oh, komt die van YouTube? Goed. Geen idee. Ik denk... Maar die is ook wel heel goed. Ik heb die echt... Hè, volgens... Dit hadden we meer moeten opzoeken in het begin. Allee, op voorhand misschien. Maar ik denk... Ja, maar ja, dat zijn ook van die onderwerpen waar je niet meteen van weet dat je ze gaat benoemen natuurlijk. Maar nee, dat weet ik niet dat die van YouTube komt. Maar ik denk dat er zeker wel talent schuilt op YouTube. Ja, sowieso. Maar op zich, die mensen die juist gezegd heel weinig abonnees in vergelijking met zo de grote dingen. Allee, ja, Harry Mack heeft al 200k, maar die Marlon Craft kerel 60k. Ja, dat is echt, maar dit is echt wel niet bekend. Maar dat is wel iemand waarvan ik echt gewoon muziek op mijn gsm heb staan, omdat ik dat zo goed vond. Ja, oh shit. Echt zo... respect. Niet slecht. Nee, zeker respectabel. Zeker dan was het. Ja. Nog één vraag waar ik mee zat tegen u. En dat is wel echt een impactvolle vraag op heel het genre. Moet rap volgens u altijd rijmen? Moet rap rijmen? Geef mij eens een liedje waar rappers niet rijmen. Fuck. Snap je? Iedereen doet het en het werkt. Dus niemand gaat ervan afstappen. Maar denk je dat iedereen het doet omdat het echt gewoon de succesformule is? Of denk je dat rap alleen goed klinkt als het rijmt? Ik denk... Dat is een goed punt. Maar basically... Als je erover nadenkt, rap is gewoon, dat zijn gewoon gedichten. Mm. Zeker als je heel lyrical bent. Mm-hmm. Als je gewoon de lyrics pakt en je leest dat en je legt dat naast een stuk van PC Hoofd. Pieter Cornelis zo'n hoofd, je kent hem wel. Nee, maar ga verder. Dus ja, dus een oude, die is al lang dood, hè, maar dus in Nederland hebben ze elk jaar daar een prijs van. De PC Hoofdprijs voor de beste gedichten. Maar als je dus een stuk van PC Hoofd naast PC Hoofd naast zo'n leek legt, ik denk dat dat niet zo verder vanaf gaat zitten. Want maar gedichten rijmen ook niet altijd, hè. Maar ik vind persoonlijk gedichten mooier als ze rijmen. Dus vind ik dan rap mooier als het rijmt? Waarschijnlijk wel.
Nee, dat is echt een goede manier om die vraag te beantwoorden. Echt duidelijke argumentatie ook, denk ik. En ik denk voor mij persoonlijk ook wel dat rijmen echt gewoon zo de standaard is dat het vreemd in mijn oren zou klinken om daar zo van af te stappen ineens. Uiteindelijk, Dus. als je zonder rijmen doet, heb ik het gevoel dat het. Nee, ik ga iets dom zeggen volgens mij. Het Nee, vereist kom, misschien er minder bestaat skill. niks dom om te zeggen. Het vereist misschien minder skill. Als je het niet rijmt. Als je niet rijmt. Als ik gewoon zeg: ah, ik zat met je wijf in mijn auto. Ja, en we hebben veel seks gehad. Ja, en toen gingen we naar de Aldi. Ja. En daar kocht ik een haardroger voor haar. Gaat er iemand naar mijn muziek luisteren? Nee, toch? Ik weet niet, ik vond het wel straight vuur, Ja, Loki, gast. oké. Dat Oh, is gewoon omdat ik het zeg. Dat shit. is gewoon omdat ik het zeg. Als Ja, iemand dat anders dat zal zou wel. doen. No one does this like I do it, bro. Nee, Oh. ik heb nog wel een vraag voor jullie die ik nog wel beantwoord wilde. Freestyle of gewoon in een liedje? Waar heb je Oh. het meeste respect voor? En waar kijkt Het u het meeste naar meest op? Als ik bedoel. respect. Ja, dus kijk, of nee, ik zal het zo zeggen. Wat denk je dat het meeste skill vereist? Het meeste Dat vaardigheden? moet wel echt freestyle zijn. Want de rap dat je in liedjes hoort, dat is gewoon freestyle, maar dan met meer tijd om erover na te denken, toch? Ja, maar misschien omdat je er meer tijd voor hebt, dat je ook met diepere dingen komt. Dat is ook wel, dat is waar, dat is waar. Allee, ik denk dat het gaat sowieso beter. Smoother zijn. Het gaat een minder ruw oppervlak zijn als je echt gewoon naar de liedjes kijkt. Maar freestyle is echt zo, dat is echt zo de ruwe grondstof zo, hè. Allee, als je echt gewoon zo verbaal vlot bent dat je echt gewoon zonder langer over na te denken gewoon bar na bar eruit kunt brengen en die rijmen en dat heeft te maken met het onderwerp en Maar alles, is er iemand dat die vind het ik zo goed echt doet? indrukwekkend. Is er iemand die het zo goed doet? Ja, Ik ik denk dat weet dat echt niet, dat niet te is gewoon. vergelijken is van hoe diep dat je kunt gaan in een freestyle, hè? In vergelijking met gewoon, als je daar dagen aan kunt spenderen, wat dat veel rappers niet doen, die zijn van, oh, I made this in one minute, alleen maar. Ja, nee. Als ik moest kiezen, bijvoorbeeld, tussen welke van die twee dat ik nog wel kan luisteren, dan kies ik sowieso de afgewerkte liedjes. Want dat gaat sowieso wel aangenamer zijn om echt gewoon in je vrije tijd en zo te luisteren. Maar ik vind zo. Lil Dicky zijn freestyle bijvoorbeeld bij zo Dat Tim kan niet Westwood. freestyle zijn. Maar ik weet niet, Die maar had dat bloemen rijmt. mee. Die had bloemen mee. Ja, Die... ah wel, maar die heeft er zo nog één ook. Die heeft zo'n paar van die freestyles bij die radiostations. En dat vind ik echt indrukwekkend gewoon. En daar heb ik wel echt respect voor. Ja, oké. Maar, ja. Ja, nee, ik weet niet. Allee, het is wel iets helemaal anders natuurlijk. Er is ook zo'n filmpje van Joey Badass die dat zo begint te freestylen op het publiek dat zijn naam zo roept. Kent je dat? Nee. Dat publiek is echt gewoon zo'n Joey, Joey, Joey fucking badass. En zo heel de tijd. En die begint daarover echt zo te freestylen. En dat vind ik ook echt zo vet om te zien, gewoon. Dus Ik vraag me het af, heeft wel zouden zo'n rappers niet gewoon. speciaal. Sorry. Nee, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Zouden rappers niet gewoon zo van die voorgemaakte zinnetjes hebben? Dat als iemand zegt van. Doe nu een freestyle! Die gewoon zo zijn van. Punch in the face van backdoor key. Punch Ja, in the. voilà. Ik Allee. denk, het is een goed voorbeeld dat je daar aan haalt, want er is ook een JME freestyle waarin dat hij gewoon tekst van Men Don't Care opzegt. Maar Ja. je kunt niet van buiten weten of dat hij die tekst in die freestyle heeft bedacht en dan in dat liedje heeft gegoten. Of dat hij dat tekst voor dat liedje heeft bedacht en dan in de freestyle heeft herhaald. Oké. Maar die moeten er Maar toch sowieso op voorhand over nadenken. Hij kan ja, toch ik denk wat nooit. dat je zegt, dat Je dat wel spreekt waar is, af dat hij. met zo'n radiozender. Ja. Yeah. En je weet dat je een freestyle gaat doen. Gaat jij daar niet over nadenken? Ik denk Nee, ik al denk wel na echt. over wat ik ga zeggen tegen mijn ouders gebied. Snap je? Ja, wat gaat je zeggen tegen je ouders, gebied? Oh, ik heb Dus die honger. heeft er nog niet gereed, maar ja, Ja, exact. godverdomme. Wat, Maya? Ja, ik weet niet. Heet uw mama niet, Die Sophie? lieve, ja. Ja, het is wel een lieve, ja. Ik zeg dan nooit meer op mijn moeder. Nee, oké, okay, dat is goed. Ja, sorry, het spijt me, dat ging Ik erover. sla echt dood. Nee, maar dus ik denk dat freestyle. Dat heeft wel zo'n speciaal plaatje in mijn hart, want ik vind dat indrukwekkend. Dat is echt indrukwekkend, gewoon als het echt puur verzonnen is op het moment zelf. Ja. Maar het is niet vaak zo, denk ik inderdaad, nee. Oké, we zijn trouwens nog één persoon vergeten te bespreken. Allee, bespreken, gewoon aan te halen. En dat is Dave. Je kunt nooit iedereen aanhalen natuurlijk, maar Nee, Dave... natuurlijk niet.
Die verdient ook wel een vernoeming. Als je luistert, Dave, shout-out. Shout-out, Dave. You the man, jij bent de man. Heel goede teksten. Goede flow. Wat zei je gisteren? Een beetje een schraal mannetje wel? Was dat niet vandaag? Of was dat gisteren? Dat was gisteren. Dat was gisteren. Ja, mager manneke. Ik weet niet. Ja, dat is. Maar er was één video van Mohammed Ali die zegt van... Je moet geen schrik hebben voor mensen die zo heel gespierd zijn. Want die mannen zijn niet flexibel, hè? Die hebben geen stamina. Je moet schrik hebben voor de mannen die zo fucking mager zijn. Want die hebben stamina, die zijn niet zo... Ik ben aan het boksen trouwens, je kunt dat niet zien, man. Oké, ja. Daar moet je schrik voor hebben. Niet voor de mannen met veel spieren. Dus als Mohammed Ali het zegt. Als Mohammed Ali zegt dat hem Dave goed vindt, dan zal het wel zo zijn. Bijvoorbeeld, die ene bar. I don't want to do you and I like I'm in Leicester skipping my lectures. Dat verzint je niet op een freestyle. Daar is over nagedacht. Thijs, leg hem anders even uit voor de zekerheid. Iedereen snapt hem toch? Oké. I don't want to do you and I, dus U en I, university, like I'm in Leicester skipping my lectures. Ik denk dat een universiteit in Leicester is. Ja, waarschijnlijk wel. Ik vind het ook heel vreemd. Leicester schrijft hij als Leicester. Ja. Leicester. Zoals Worcestershire sauce. Wat? Worcestershire sauce. Ja, nee, bro. Ik heb ook zo Worcestershire sauce. Worcestershire. Ja. Je schrijft dat ook zoals Worcestershire en dat is heel vreemd. Dat is gewoon heel, ja, dat is zo. De Engelse taal is gewoon een beetje wakker. Verder in dat liedje zegt hij, but I don't need a me and you, like when a chef would eat at his restaurant. A menu. Maar fuck. Wie doet zo'n dingen? Wie doet het beter dan Dave? Ik kan een paar opnoemen. Sorry, Dave, broer. Maar ik weet niet, een paar? Hij staat wel hoog, hoor. Allee. Staat wel... Kijk, oké. Denk jij dat veel van die mensen ghostwriters hebben of niet? Dat is moeilijk, eigenlijk. Ja. Ik hoop van niet. Nee, dat zou het heel ik sad maken. Ik hoop dat ze het zelf doen. Ja. Ze moeten wel iets van de X-factor hebben. Ja. Dus misschien, als ze de X-factor hebben, maar niet kunnen writen, dat iemand dat overneemt, snap je? Allee. Dat kan wel. Het is natuurlijk heel controversieel. Het is zoals steroïden pakken in Hollywood. Heel vaak zie je zo... How this person lost zoveel pounds in 2 weeks of zo. Of gained this much muscle. Voor zo'n bepaalde rol, ja. Trouwens, een nieuwe video van Greg Doucet. Iedereen die vorige keer heeft geluisterd. Zeer interessante video. Het ging over... hoe heet hem daar? Ik weet niet waarom ik die namen vergeet. Bradley Martin. Die ene acteur... Die moest 20 kilo bijkomen in 12 weken. En hij moest op hetzelfde vetpercentage blijven. Voor mensen die niet aan de fitness gaan, dat is onmogelijk. Nee. Dat is onmogelijk. En als ze je zoiets wijs maken, dan zijn ze aan het liegen. Die heeft heel veel vocht opgenomen of gewoon... Die heeft sowieso heel veel steroïden gepakt. Maar mensen zijn er gewoon niet open over. Die zeggen dan, we hebben dat helemaal natuurlijk gedaan. Die geven andere mensen hoop. En dat is heel fout. Het is jammer dat ze daar niet eerlijk over zijn. Hè. Ja, maar ook veel van die mensen hebben dan een contact getekend met bijvoorbeeld Gymshark. Hè? Ik weet dat je Gymshark kent. Ja. Heel groot bedrijf dat allemaal van die fitnessmodellen laat promo doen en zo. Mm-hmm. En als je dan zegt van ik ben niet natural, ze droppen nu Insta. Het is gedaan. GG, well played. Snap je? En terecht, toch? Nee, want de helft van die mensen zijn niet natuurlijk. Ah, zo bedoel. Ah, ja. Nee, het is niet... Nee, het is niet dat je al... Iedereen weet... Allee, niet iedereen. Maar mensen in de fitnessindustrie weten... Je kunt zien aan iemand of dat die natural is of niet. Nee, allee, vaak heb je van die randgevallen dat je denkt... van deze persoon kan natuurlijk zijn, maar dan is die misschien niet natuurlijk. Of deze persoon kan gebruiken en dan toch natuurlijk zijn. Maar als je iemand ziet... Zoals Brad Castleberry, wacht. Zoek nu Brad Castleberry op. Iedereen thuis... Iedereen, hè. Brad? Ja, maar ik zeg... Waag het niet om dat niet op te zoeken. Brad Castleberry. Jezus Christus. Die gast is niet natuurlijk. Als je mij wilt wijsmaken dat die gast natuurlijk is... Ik weet niet hoe dom dat je denkt dat ik ben. Dat is denk ik, puur hypothetisch, de breedste nek die ik ooit al heb gezien. Ja, absoluut. En die heeft ook heel veel... Ik ga er niet op ingaan, maar heel veel controverse met fake gewichten en zo...
in het algemeen niet zo'n heel aangenaam persoon, denk ik. Allee, niet een heel eerlijk persoon, zou ik zeggen. Ik weet niet hoe aangenaam dat is. Zo'n lichaam vind ik ook gewoon niet aantrekkelijk. Nee, ik denk ook dat er genoeg vrouwen zijn die dat niet aantrekkelijk vinden. Ze. Hebben ze liever zo'n deadbot zoals wij, broer? Let's go, guys. Wow, deadbot zoals wij, fucking fitnessmodel, step over hier. Sorry, ik moet even een slokje nemen. Dat is oké, man. Keel vloeiend houden. Uit mijn fles. Ja, maar dus, ik denk dat je het zo wel kunt vergelijken. Mensen die een co-strijder hebben, gaan er niet voor uitkomen, omdat dat gewoon hun hele imago schaadt. En die ook gedropt worden door hun label. Dus ik denk dat we nooit gaan weten wie dat echt een co-strijder heeft en wie niet. Ik denk dat Lil Pump wel een co-strijder heeft. Dat is te diep de om geest van zijn dode kat. Jezus. Zoveel hersenstel heb je nodig. Het is wel waar. Dat is toch? Waar. Is dat niet? Het is gewoon bagger. Het is gewoon bagger. Ik heb dat gezegd, ik zeg nou, het is gewoon bagger. En nog onderwerp, ja. We moeten speed nog iets, een verrassing doen voor de langdurige kijkers. Luisteraars, Luc, sorry broer, sorry. Het meest cringe dat er ooit gaat gebeurd zijn. Ja. Maar, Eerst misschien nog eens over een paar rappers hebben, kort. Dus 6ix9ine, wat vind je daarvan? Ja, het is gewoon echt absolute bagger. Ik heb het al gezegd, het is gewoon bagger. Geen talent. Hij relyt gewoon een beetje op de hype en op de support van zijn gang op het om luid groot zijn te ook. Worden. Maar, ja, luid, inderdaad. Maar de muziek lijkt allemaal heel hard op elkaar, vind ik. Dat vind ik soms toch wel goed, hoor, omdat je echt zo bent van... Hier zit duidelijk veel woede achter. Dus ja, 6ix9ine. Sorry iedereen, als je nu een knipje hebt gehoord. Dus ze waren aan het roepen op mij dat ik... Ongewenst ben en geadopteerd. Ja. Dus ja, ik ben geadopteerd. Hallo, iedereen. Als je ongewenst bent en geadopteerd, dan weten je ouders wel echt niet wat ze willen. Nee, eerst waren ze van, hey, we willen een kleine. En was ik geadopteerd en dan zo van, maar toen kregen ze letterlijk een kleine. En toen waren ze, oh, kom aan, gast. Dat zijn bars. Dat is geen bar, dat is een roast. ja, jammer voor hem. 6ix9ine, ik kan het soms wel goed vinden, gewoon omdat dat gewoon heel luid is. Maar ik denk niet dat iedereen dat goed vindt. Nee, denk ik ook niet. Nee. Volgende. Drake. Dat vind ik... Ik vind dat die heeft zo zijn goede schijven, zijn goede plaatjes, maar ook heel commercieel geworden natuurlijk en zo. Ja, inderdaad. Ik vind Drake in het algemeen wel redelijk getalenteerd. Ja. Altijd goede muziek. Ah, ja. Als je zoveel production value hebt, je muziek is altijd goed. Dat is wel waar. Thuis. Ja, het is gewoon... Hij is gewoon binnen. Snap dat? We kunnen nu wel zeggen van Drake sukt, maar iedereen weet dat Drake niet sukt, gast. Nee, thuis. Drake is oké. Drake is goed. Maar ik vind zijn minder bekende muziek, zo bijvoorbeeld het liedje Free Smoke, moet je maar eens opzoeken na afloop. Mm-hmm. Dat vind ik aangenaam, maar dan zo van die shit als Hotline Bling, dan ben ik zo van nee, ja, alsjeblieft, stop. Maar je weet, ja... Ja, dat is gewoon commercieel, hè. Ja, thuis. Hermes Link. Ice Blue Mink. Then on my ribs, like I'm not know. Sorry. ik kan wel meegaan soms. Ik ga er niet van liegen. Tyler, de creator. Dat vind ik wel een legende, gewoon. Ja. Je merkt gewoon dat hij... Het boeit hem echt geen fok. Absoluut. Dat Igor-album wat hij heeft uitgebracht? Of ja, ja, ja. What the hell? En die videoclips daarvan. Die videoclips zijn zo hilarisch. Gewoon het afbranden achter mijn eisen van, ja, okay. Dat is echt een random cut, gewoon. Ja. Respectabel. Ook gewoon goede stem, heel goede stem. Ja, een van de beste stemmen. En hij is niet bang van controversie. Hij durft dingen te zeggen die andere rappers niet zouden durven zeggen. Iets van, they call me homophobic, so I grabbed Lucas and filmed us kissing. Zoiets, ja. Iets in die... Toch? Ja, klopt. En ook gewoon het F-woord gebruiken, het N-woord ermee gooien. Ja, oké, maar ja, hij is... zwart. Hij heeft de paas gekregen. Hij heeft de paas. Hij heeft de paas. Om... Hij is geboren met de paas. A$AP Rocky? A$AP Rocky ben ik de laatste tijd heel hard into. Ja, echt wel. Zie dat hij in Zweden is opgepakt met jou. Ja. Dat is ook iemand die ik wel echt eens live zou willen zien, want die brengt ook wel heel veel hype mee, maar zingt toch nog een groot deel van zijn eigen teksten. Dat vind ik wel belangrijk bij een optreden. Mm-hmm. En ik vind dat hij zijn beats, zijn instrumentele, de instrumentele kant van zijn muziek echt wel heel, heel cool is. Ja. Heel goed. Ja, ik persoonlijk heb ik niet,
niet echt de mening over A$AP Rocky. Ik heb niet zoveel... Ik luister niet aan zoveel van zijn muziek. Maar ik denk, als je zover geraakt bent, het zal wel goed zijn. Ja, waarschijnlijk. Knappe mensen ook, volgens mij. Daar hoor ik heel vaak dat hij heel knap is. Ik zie ik het. Ik vind dat ook wel. Dus echt een aantrekkelijke, echt ja. een aantrekkelijke catwoman. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Light skin. Heeft alles. Heeft alles. Wow. Ja, ik had misschien meer een opzomming moeten geven dan gewoon light skin. Weet je? Maar ik, dat is een tattoos... zwarte rapper. Jij heeft een lichte huidskleur. Oké, okay, ik zal erover gaan. Light skin. mooie tattoos. Mooie ogen. Zeer mooi gebit. Ook al heeft hij vaak grills aan of zo. Echt no gast. Ben je verliefd of zo? Ik ben verliefd. Maar dat is het probleem dus. Dat ik zoals blijven verder gaan, had je dat gezegd. En ik gewoon light skin zeg. Oké. Okay. Denzel Curry. Ja, heel hype. Dat is toch die van zo van Ultimate zo, hè? Ja, ja, die heb ik live gezien in op Pukkelpop. 2017, denk ik. 18. En van die twee. Dat was het beste concert dat ik ooit naartoe geweest ben. No Letterlijk? Joke. No joke. Beter dan Stormzy. En niet gewoon... Oh, we hebben even... Oké. Niet omdat hij een betere muzikant is, maar... Die audience, gasten, mensen naast u. We zaten zo in dat heel klein zaaltje daar vanachter. Ik weet niet meer wat het heet. De booth? Kan dat? Dat kan, ja. Dat is heel klein. En die hebben vloer ze hem daar is... gezet? Ja, ja, de vloer is zo van... Ja, toen was hem nog niet zo heel groot. Want er is... dat liedje Ultimate was toen bekend. Maar ik denk dat dat zijn enige hit was. Het enige dat mensen, waar mensen hem voor kenden. En dan nu... wacht, hè. Wat heeft hij nu nog? Denzel Curry heeft hij met Slow Thai? Slow Thai wordt nog niet vernoemd, ik zeg het maar. Wow, dat is... Heeft hij Psycho? Psycho met Slow Thai? Of... ik is, denk is dat hij wat is, anders? Ik weet het niet. Gewoon heel agressieve muziek. En dat was mijn ding toen. Nu nog steeds. En dat is die zaal vol met mensen. Liefst mensen, geen koeien. En die gast kikt in gewoon. Hij komt binnen. Hij zegt één woord. I am the rapper of Aquarius, black metal terrorist. Heel de fucking zaal springt. En je moet mee. Je kunt niet anders dan meegaan. Omdat de planken onder u gewoon aan het buigen zijn. En omhoog aan het schieten zijn de hele tijd. En dat was het beste ooit. En dan je zit van altijd constant in een moshpit. Heel hyped energy. Heel goed. Heel goed. Beste concert ooit. Hands down. Dat is nice, man. Dat is echt nice. Ik vind hem wel best hype. Wel oké. Ik heb hem nog niet live gezien. Maar ik heb al wel op YouTube van zijn live concert gezien. Ik denk dat hij wel heel veel show meebrengt en echt wat het publiek meekrijgt en zo, inderdaad. Ja, ja, het publiek, de inhoud van het publiek is gewoon heel belangrijk. Kent je Joey Badass? Ik ken Joey Badass, maar ik luister niet zo vaak naar Joey Badass. Dat is één liedje dat ik volgens mij van u heb. Ja, waarschijnlijk wel. Christ Conscious. Ja. Ik apprecieer hem wel enorm, omdat hij wel, ik vind dat er zo'n een old school vibe achter zit. Ja. Zo'n beetje, zeker ook zijn beat is echt zo wel even hard en zo. En ook goede teksten zit doordacht en alles. Dus ja, kan ik ook wel op. Hij geeft heel real, heel echt, alleen echt een hoe zeg je dat? Een goed, een echt gevoel. Hij is real. Ja, ja. Ja. En, geen ghostwriters. Nee, dat denk ik niet. Ik heb er nog wel zo'n paar, hè. Ja, Travis Scott, ook heel goed. Maar ik ken er niet zoveel muziek van, eerlijk gezegd. Nee, niet bijzonder. XXX, rest in peace, man. Too soon gestorven. Ja. Ging echt muziek veranderen. Ja, dus... ook gewoon een van die luide mensen waar ik echt wel van kan genieten. Dus jammer, inderdaad. Ja. Van, ja. Okay. Ghostmane. Ja, Ghostmane, inderdaad. Dus, dat is wel uniek, dat is anders. Dat is zo'n beetje metal samen met rap of zo. Dat is wel gek. Ja. Suicide Boys. Ik vind hun boodschap niet goed. Nee? Suicide Boys zijn ze van... Ja, volgens mij is dat echt een origin story. Hè? Ze van... Oké, we gingen muziek doen. En als we het niet hadden gemaakt, hadden we gewoon zelfmoord gepleegd. Volgens mij is dat echt een... Ik heb ergens gelezen of ergens gezien in zo'n video. Dat was echt hun origin story. Nee, dat is wel niet optimaal natuurlijk. Geen goede ingesteldheid om daarin te beginnen, denk ik. Dat moet je ook niet meegeven aan je kinderen en aan de jongere generaties. Of aan iedereen. Allee. Ik weet niet. Nee. Zo Suicide Boys, Lil Peep en zo. En zo. Ja, al die doomer-achtige shit. Zo, die echt zo heel droevige vibes. Oeh, zo, dat, is vind een, ik dat is een term, broer. Doomer. Oké, doomer. Dat kan ik... Jezus.
Dat kan ik zo soms nog wel appreciëren, maar ook niet altijd. Dat moet ook niet altijd voor mij. Er zijn inderdaad zo'n momenten voor dat je, als je zo down voelt en je denkt van... Nu wil ik even gewoon wenen, broer. Ja, ik heb even gewoon echt die emotionele shit nodig. Over het laatst moest ik wenen bij zo een of ander liedje van... Want deze persoon hebben we nog niet besproken. Joyner Lucas. Mm-hmm. Dat ging... Ook heel lyricaal. Heel, ja. En altijd van die verhalen. Ik heb altijd verhalen met zich mee. Hij is dat ook zo, toch, van I'm not racist. Ja, I'm not racist. Ook een heel belangrijke boodschap. Hij had een liedje, Sorry heet dat volgens mij. En dat ging over een van zijn beste vrienden die zelfmoord had gepleegd. En dan zo... Allee, ik weet niet wat er echt gebeurd is, hè. Maar dat is zo de vibe die het gaf. En dat was echt zo van... ik weet niet. Hij had zo de hele de suicide note gerapt en zo. En allee, het was echt gewoon een beetje sad. Ik voelde me echt geraakt daardoor. Dus, en dat vind ik dan mooi. Dat er sommige liedjes zijn die mij kunnen raken dan ook in rap. Want vaak is het gewoon zo van... Fuck bitches, fuck hoes, rap. Snap je? Ja, cool. En dan als ik zo eens geraakt word, sta ik daar even bij stil. En ben ik van, shit. Dit is goed. Het is goed dat dan ook bestaat. Nee, dan kan ik inkomen. Dat als het sowieso even gewoon zo kan hitten in de feels gewoon, dat kan eens goed doen. Ja. Ik zou nu nog één rapper kort willen bespreken en dan misschien nog een vraag. Heb ik nog een vraag voor u? Slow Thai. Dat is ook een geval apart eigenlijk, hè. Ja. Het is zo een beetje een Britse Tyler, the Creator, on speed gewoon. Op lijm. Letterlijk. Toch? Was slaafd aan... Die treedt op in zijn onderbroek. Ja, en die spuwt in mensen hun mond. Ja, ja. Nou, dat is misschien niet iets waarvoor je het hem heel hard moet respecteren. Of nee, zo. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar... Nee, zeker in de C-woordtijden is dat volgens mij niet meer zo aanvaard om zo'n dingen te doen. Ik denk niet dat er nog concerten worden gegeven, ook niet. Dus. Nee, dat is ook niet. Maar nee, dat is ook wel echt... Dat is hard, hè. Dat is gewoon hard. Ja, dat is gewoon hard. En de mensen die daarnaar zoeken, die zoeken ook zo'n dingen. Dus dan is het normaal dat van die mensen zijn die gewoon duf in hun bek verwachten. Ja. Maar de mensen die daar niet naar zoeken, naar zo'n muziek gaan, hem wel echt niet goed vinden. Maar nee, echt helemaal ook niet. Een complete degenerate vinden. Ja, absoluut. Als je het idee erachter niet terecht, snapt... misschien. Ja, ligt terecht, tuurlijk. Als je het idee erachter niet snapt... Of gewoon... Allee, niet snappen is niet het juiste woord. Als je het niet voelt, dan voelt je het niet. En dan is het zo. Dat is. Als je het niet voelt, dan voelt je het niet. Als je het niet voelt, dan voelt je het niet. Nog. Mijn laatste vraag voor u. Kunnen we dat jij nog een vraag hebt? Dus, voordat we aan ons laatste... Ik heb nog wel één ding waar ik op wil terugkomen, zelfs na uw vraag. Ja. Oké, dus rappers hebben zo vaak de neiging om heel stoer te klinken, snap je? Dat is van, I fucked your girl last night, she's in my DM's, bro. Letterlijk, ja. Hoeveel daarvan denk je dat waar is? Ik denk dat dat... En het begin van hun carrière niet echt waar is. En als ze dat gewoon zeggen om erbij te horen. Maar eenmaal dat die echt bekend zijn, denk ik dat echt zo bekende rappers makkelijk in New Girl haar DM's kunnen glijden als een klontje boter in een hete pan gewoon. Voelt slecht, man. Fuck. Ja, maar ik denk dat er wel een deel van waar kan zijn. Maar dat het grootste deel, en zeker in het begin van de carrière, wel echt gewoon is om zo'n beetje cool te lijken, clout te vergaren. Ja. En gewoon zo hetzelfde te doen als de rest ook een beetje, denk ik. Oké. Ik denk dat ik ongeveer op hetzelfde niveau, allez, op hetzelfde standpunt heb als u. Mm-hmm. Ik denk zelfs als ze echt heel bekend zijn, dat ze niet zo... En ze kunnen het doen, maar volgens mij zoveel rappers zijn die echt zo in die dagelijkse mensen hun DM sliden, toch? Nee, ik hoop het nog wel ook niet, want dat is een beetje een misbruik maken van uw macht en uw geld. Ja, maar ik bedoel, als je gewoon hot bent, waarom zou je er niet gewoon gebruik van maken? Als ik het kom, A$AP Rocky, als je dit luistert, bel mij. Ja, mij ook, alsjeblieft. A$AP Rocky is zo buiten ons niveau, gast. Dat is zo te hoog gegrepen voor ons. Maar even toch, allee, gewoon, die gast is heel knap. Die heeft heel veel geld. Die heeft duizenden females die gewoon zijn penis willen, broer. Die heeft willen we dat hij een heel grote penis heeft. Die heeft alles. Die heeft nu al alles. Waarom zou hij niet gewoon nog een grote penis hebben? Het is gewoon zo'n... ik ben God-created A$AP Rocky. Handsome as fuck. Talented as fuck. Big penis. Hopla, geef je er nog maar bij. Moet je nog iets hebben? Wat moet je nog hebben? Huh? Light skin. Heel dat bakje light skin erin. Juppa. Nee, gewoon een bakje melk erbij.
Nee, dat is een goeie. Ik gok nog wel dat hij nog wel een vleesken heeft hangen. Dat ja. kan gewoon niet anders, Vincent. Sommige mensen zijn gewoon echt blessed. Dat is echt waar. Jammer dat wij dat niet hebben met onze micropenis. Oké, niet even drijven. 2 centimeter is niet micropenis. Die heeft ook wel een live optreden waarin dat hij echt gewoon na 5 minuten into zijn optreden gewoon echt 3 BH's vast heeft of zo van mensen met publiek naar hem gooien. Kijk. Nee, ik ga de vraag niet stellen. Maar stel je eerst uw vraag. Ja, één ding wat ik nog wel over meld is dat wij in ons uur en een kwartier bijna dat we aan het recorden zijn, eigenlijk nog met geen woord hebben gerapt over Nederlandse hip-hop. Ja. Misschien is dat ook omdat dat niks waard is. let's go. Dat zijn de enige mensen die ons verstaan. Hier moeten we mee oppassen. Nee, ik weet niet. Maar zo shit als Boef, Lil Kleine, Ronnie Flex, al die mannen, dat mag me echt gestolen worden. Allee, dat moet voor mij echt niet. Ik ga niet per se akkoord met die stelling. Dus dit is volgens mij ongeveer de eerste keer dat we niet akkoord zijn over iets. Mm-hmm. Ik heb vroeger veel naar van die muziek geluisterd. Ja, dat mag. En ik denk dat het zijn plaats heeft. Het is niet zoiets waar je respect voor zult hebben zoals J. Cole. Hè? Wat echt... Mm-hmm. Allee, ik kom in je krantenwijk als ik langs... Allee, Sorry, boys. Wij zijn ook maar 2 blanke boys die gewoon zitten op jullie kritiek te geven, maar... Je kunt creatiever gaan. Ook al verdient je daar heel veel geld mee. Ik heb slaaptekort, want ik slaaptekort. Ja, dat is een bar, gast, man. Mijn boy Boef niet disrespect. Fucking hell, gast. Nee, ik heb daar vroeger veel naar geluisterd en ik denk dat het ook wel een beetje gemaakt heeft wie ik ben. Dus ik ga ze niet te hard disrespecten. Nee, oké. Maar ze kunnen. Ik weet dat ze beter kunnen. Ik zie niet waarom ze niet gewoon beter doen. Nee, ze hadden dus wel een goed standpunt om in te nemen, denk ik. Dat het zijn plaats heeft, dat kan inderdaad wel kloppen, maar. Het heeft geen plaats in mijn leven, in ieder geval. Oké, fijn. Maar zwangerenergie of zo, wat denk je daarvan? Dat vind ik beter. En er zijn echt zo van die Belgische rappers die dat echt zo niemand kent, omdat die zo iets nieuw proberen. Zo echt proberen doorgedachte teksten te schrijven. En zo. Je hebt bijvoorbeeld zo Mon, M-O-N. Uh-huh. En ja, die schrijft echt zo... Met zo beeldspraak en metaforen in zijn liedjes en zo. En dat vind ik echt aangenaam om te luisteren. Maar dat gaat nooit bekend worden, want ja. Maar op zich, zolang het er mensen zijn die u respecteren, allee, en die graag naar uw dingen luisteren, ook al is het niet zo'n groot ding, misschien doet allee, ik zou het misschien wel blijven doen. Ik weet het niet. Nee, ja, waarom niet? Je moet het voor jezelf doen, hè. Ja, uiteindelijk wel. En misschien breekt je ooit wel door. Misschien is dat ooit... Ah, je weet het nooit, hè. Ja, kan. Misschien zijn zij echt de kasseien aan het leggen waar dat de anderen later met elkaar over kunnen rijden. Waar dat wij later over kunnen rijden. Let's go. Pull up on your... Nee, echt. Ja. Ik rijd met mijn auto voorbij je bitch. Ja. Je moeder is een snitch. Oh. Ik rijd met een Mercedes. En ik eet een blauwe bes. Oh. Ja. Niet morsen op de leren bekleding, want dat geeft vlekken. Yeah. Ja. Ja, oké. Okay. Is er nog iets? Stilaan afsluiten, of is er nog een... Ik had nog een vraag, maar ik ben hem eigenlijk echt wel kwijt. Dat is wel jijks. Misschien was het ook gewoon niet zo'n heel... appropriate vraag. Oei. We zullen er gewoon overgaan eerst. We zullen er gewoon overgaan. Nee, dat is goed. Misschien komt het zelfs nog te binnen en kun je dat heel luid roepen gewoon. Misschien heb ik hem nu al te binnen en wil ik het gewoon niet luid opzeggen. Oké, okay, stel hem na de podcast. Ja, na de podcast. Voor ons een weet, voor jullie een raad. Wat? Ja. Wat? Stelt jij het laatste segment voor, of? Het laatste segment wordt Cringetown. Welkom to Cringetown, Population, Vincent en Stef. We nemen jullie mee op een rondritje, op een tripje in de autobus doorheen het dorpje van Cringestad. Cringetown, Cringeland. Wij zijn de 2 burgemeesters. En ja... Er gaat een vraag aan vooraf. En na die vraag komt de volle lading. Gewoon, hè. De vraag die wij onszelf... elkaar stellen, is eigenlijk of dat we zelf denken dat we hiphop-artiest zouden kunnen worden. Wat denkt jij daarover? Nee, ik wil dat jij eerst antwoord. Oké. Ik denk van niet... Maar een beetje genuanceerd. Ik denk dat ik niet met de stress zou kunnen omgaan
van op podium te staan ook gewoon, met de anxiety van in zo'n sociale situatie zo luid te moeten roepen en shit. Ik denk dat ik de beroemdheid, als het echt succesvol zou worden, niet altijd even hard misschien zou willen en shit, en zo op straat herkend worden en zo. Maar ik denk dat ik de teksten schrijven misschien wel zou kunnen, maar dan ook niet per se die juist op een beat krijgen en zo. Dat zou me ook niet goed lukken. Dus het algemene antwoord is in ieder geval nee, ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Oké, okay, maar als je daar veel tijd in zou kunnen steken, dat je dat wil, je wordt sowieso beter, hè? Misschien dat het na een tijd wel lukt, maar ik denk dat het echt optreden mij nooit zou lukken. Oké. Ik denk. Oh god. Ten eerste, ik ga denk ik wel redelijk akkoord met wat jij zegt. Allee, niet voor mezelf, maar voor u. Dat het wel goed bij u past, uw uitspraak. Maar zou je dan niet zo'n ghostwriter kunnen worden of zo? Dat zou ik misschien kunnen doen, maar zou ik mezelf dan nog wel respecteren? Goed punt. Zeer goed punt. Zou je heel veel geld verdienen? Ja. Ja, en dat is wel, dat zorgt Respect wel of voor wat geld? Respect respect. of geld? Respect of geld? Moeilijk, hè? Ik denk, oh god. Eerst even de dingen die tegen mij werken. Ik heb sowieso de vibe niet, de rapper vibe. Ik heb nul tattoos. Ik ben niet. Nee, maar oké. Okay. Ik ben Nee, opgegroeid. praat verder, praat verder. Ik ben opgegroeid hier in zo. Een rustig wijkje waar ik buiten kon spelen. Ik heb nooit echt iets zo, ja, hoe zeg je dat, meegemaakt, I guess. Dat zijn andere struggles voor mij dan voor mensen die, voor de meeste rappers. De meeste rappers zijn van, oké, toen ik 12 was, heeft er iemand mijn fucking hart geschoten. Like, what the fuck? Ik ben nog nooit, ik ben, ik heb nog nooit gevochten met iemand. Allee, ja, wel in de lagere school zo, maar. En toen heb ik altijd gewonnen, by the way, ik wil dat je dat Oh, weet. let's go, gast. Nee, dus ik denk niet, ten eerste dat ik de vibe niet heb. Ik denk wel, zo lyric-wise, en misschien delivery-wise, als ik daarop oefen, dat ik wel op een, dat ik daar wel redelijk ben. Dat is natuurlijk wel heel veel oefenen, hè? Maar ik denk dat iedereen met oefenen wel op een niveau geraakt. Tenzij dat je stem echt heel slecht is, en ik denk niet dat mijn stem, ik denk dat ik best een goede stem heb. Dus daar heb ik niet te brengen, maar gewoon misschien ook het toeren en zo. Plus als je een rapper bent, dit gaat zo. Volgens mij zijn dat echt zo heel veel van die groupies. Zo. En dat is niet per se wat ik zoek in Nee, vrouwen. snap ik. Nu ben ik echt zo'n simp, zo, weet je? Nu lijkt het zo'n simp. Ik dacht dat ik Simpsons was. Ja, maar nu ben ik de simp. Deze aflevering ben ik de simp. Maar toch, allee, ik vind dat geen slecht argument. Nee, zeker. Maar zo op een podium staan, ik denk dat dat wennen is, maar ik denk wel dat ik dat zou kunnen. Als ik, Ik denk ook wel dat jij dat wel zou kunnen, ja. maar ja, het is natuurlijk, je kunt dat niet weten, hè. Voor hetzelfde geld denken wij van, ah, Vincent is, gaat nooit op een podium staan, en sta je ooit op een podium, dan ben je echt gewoon een fucking beast. Kan wel, kan Een wel. beast! Ik weet maar nooit. Als ik op aantreden ben op E3, als de bekendste gaming-YouTuber dat er bestaat, dan sta ik daar gewoon. Ey. Altijd mogelijk, altijd mogelijk. Dan ben ik zoals ninja, zo van I don't see enough movement, dan ben ik zo aan het flossen. The fuck you say to me, little kid? Ja, Dat is goed. oké. Okay. Dat gaat mooi over naar ons volgende en ons laatste deel. Ons laatste subdeel. We gaan zelf bars schrijven. En die deliveren. Absoluut. Dit, You already know what it is. it's time for some real cringe, bro. We gebruiken hiervoor een willekeurige woordgenerator. Pakken we één woord per twee zinnen? Ja, dat is goed. En we zullen om de beurt het woord Oké, genereren, dit gaan hè? we eerst. Ik heb als eerste woord rennen. Oké. Dat moet lukken, Dat toch? moet, dat is een Oké. makkelijke volgens mij. Ja, Mijn woord. rennen. Mijn woord is preoccuperen. Oké. Mogen we dat vervoegen of moet het in de Nee, we mogen infinitief het blijven vervoegen, staan? toch? Oké. Hoeveel woorden doen we per persoon? Twee of drie? Dus ik denk. Wacht, twee per persoon dan, of. Ja, Dus acht bars. Acht bars. mijn tweede woord is microtoon. Oh, dit is het slechtste idee ooit. Mijn vierde, dat is mijn tweede woord. Het vierde woord is gebrom. 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 Als een. Ja. Oké. En Oké. nu gaan wij. Dus we hebben acht bars nodig. Acht bars. Waarin die vier woorden zitten verwerkt. Moeten ze in volgorde blijven staan?
Ja. Oké. Okay. We gaan dit samen proberen te schrijven. En we zullen daar een beetje hard op doen om er wat content uit te halen, toch? En om te kunnen blijven praten ook. Want ja, okay. Jullie willen niet in stilte zitten wachten, natuurlijk. Ik denk... Dus rennen. Ik denk... Ik zal de eerste twee bars proberen te... Allee, dat zijn er vier dan, hè? Je moet vier zinnen dan, zo gezegd. Ja. Oké, okay, dus ik ga rennen. Het is sowieso iets van... Ik ben aan het rennen of zo. Ik ben aan het rennen voor die... Ik ben aan het rennen voor het geld. Oeh. Ik gebruik hiervoor geen geweld. Oh, is dit... fuck, we zijn er al. Oké. Okay. Okay. Dus ik ben aan het rennen voor het geld. Ik gebruik hiervoor geen... Maar dat is zo... Dat is echt zo'n... Dat is moeilijk om zo de juiste flow erachter te hebben, hè. Ja, want als ik nu... Want we hebben ook al een liedje op voorhand... Allee, zo een beat op voorhand geselecteerd. Ja, ik heb geen idee. Dat lijkt me heel moeilijk om dat op die beat te doen. Misschien moeten we tussen de geen en de geweld nog iets toevoegen. Fysiek. Gebruik je voor geen fysiek geweld. Gebruik je voor geen fysiek geweld. Geen fysiek geweld. Ja. Kijk, jij wou het met een beat doen. Voor mij is het volgens mij gewoon puur a cappella al moeilijk genoeg om op bars te komen, maar... We zullen a cappella doen en op een beat. Oh, fuck. Content. Oké. Okay. Dus nu over preoccuperen dan? Ja, preoccuperen. Ik zou iets zeggen over iemands ex. Of de huidige vriendin, snap je? Je bent van, bedankt dat je dat pushje preoccupeert. Want nu... Ik weet niet, ik ben geen rapper, gast. Ik ben de blankste persoon op aarde, gast. Bedankt dat je dat pushje hebt gepreoccupeerd. Ja? Maar ik ben het nu die het beheert. Oh, let's go, maar even, gast. Ik kan goed rijden. We gaan ervoor. Ik ben de baas die het nu beheert. Oké. Okay. Mijn ouders gaan me echt onterven, gast. Letterlijk en terecht. Oké, okay, nu... Microtoon. Ja, nu moet jij... Ik zal... Dat zal toch wel gewoon een heel stille toon zijn, toch? Zou ik denken? Ja. Even kleine dingen. Microtoon en microfoon lijken heel erg op elkaar. Dus misschien kunnen we daar zoiets voor doen. Dat is wel een goeie. Ik weet niet, je kunt gewoon met een classic beginnen als mijn bars zijn luider dan een microtoon. En dan gewoon... Ik spit enkel waarheid in mijn microfoon. Oké. Okay. Okay. Fucking hell, gast. Okay. Hoezo is onze carrière nog niet begonnen? Let's okay. go, oké. Okay. En dan gebrom. Gebrom. Waarom doe je oh zo stom? We gebruiken gewoon Lil Kleine als ghostwriter. Gebrom is een moeilijke. Gebrom is een moeilijke. Mijn beats staan overal op een CD-ROM. Oké, okay, oké. Okay. Jij bent aan het haten in de hoek. Stop met je gebrom. Dat is te lang. Is te lang, hè? En jij zit in een hoek, ik hoor alleen maar gebrom. Oh ja, oké. Maar CD-ROM is voor... Allee, ik weet niet. Je kunt maar wie gebruikt nou CD-ROM? Ja, voilà, bro. Dat is ook mijn punt. Ik zou, wat ik ook wel dacht van... De oudere generatie weet niet wat ik hier doen kom. En dan iets met... Mijn muziek wordt alleen maar beantwoord met gebrom of zo. Oké. Okay. Maar dat voelt zo niet... Dat klinkt niet zijdezacht fluweel van de tong rollend aan, toch? Gebrom is een moeilijke. Iedereen zou... Iedereen die zo thuis zit, is gewoon zo van... Gast, kom aan. Gast, kom aan, ik heb al 14 bars klaar. Gebruik kom, gebruik stom, gebruik kom. Nee, ik denk dat we sowieso kom kunnen gebruiken. Toch kom en gebrom. Niemand snapt waarom ik op deze scene kom. Ja, oké, okay, ik had ook iets met scene en kom. Hè. En dan iets met gebrom. Achter me hoor ik alleen gebrom. Oh, let's go, het zijn achter, er. Achter me, want die achter u staan. Allemaal fuckboys achter u. Ja, en jij bent die eigenlijk al voorbij gestoken. Bent die al toch, voorbij? Je bent al lang... Maar toch brommen ze nog om je succes. Ze mopperen er nog een beetje over. Oké. Okay. We gaan het even brengen. Oké, okay, succes, Stef? Zonder bar. Nee. Jij doet... Jij doet de vier laatste. Okay. Ik ben aan het rennen voor het geld. Gebruik je voor geen fysiek geweld. Bedankt voor het geld. Kom aan, gast, niet lachen. In het midden van mijn bar. Gebruik je voor geen fysiek geweld. Oh. Hoe doe ik het anders?
We moeten snel afronden, want OBS zegt dat ik geen schijfruimte meer over heb. Ik ben aan het rennen voor het geld. Gebruik van je fysiek geweld. Bedankt dat je dat pushen hebt gepreoccupeerd. Dat is een lange zin. Dat is een lange zin. Bedankt dat je dat pushen hebt gepreoccupeerd. Ik ben de baas die het nu beheert. Mijn bars zijn luider dan een microtoon. Ik spit alleen maar waarheid in de microfoon. Niemand snapt waarom ik in deze scene kom. Achter mij word ik enkel gebroken. Oké, ga zitten. Let's go. Oké. Okay. Pak het brandblusapparaat. Pak hem. Ik ga geen beat spelen. Het is genoeg geweest. De mensen weten al hoe het zit. Ik ben hier voor geen visie. Geweld. Bedankt dat je push hebt gepreoccupeerd. Daar zitten we even wel fout. Ja, dat is wel een hele lange. Die moet korter. Maar oké, dat gaan we vandaag niet meer doen. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er toch van genoten hebben. Ik wel, in ieder geval. Ik ook, ik zeker. Ik kijk al uit naar onze volgende sessie morgen. Nee, was goed. Was leuk. Aangenaam. Ja. Goede standpunten gemaakt. Heel veel bevolkingsgroepen beledigd, denk ik. Hoezo? A$AP Rocky heeft echt een enorme penis. Heel waarschijnlijk. Goed. Ja. Iedereen op Spotify, bedankt om Spotify te luisteren. En onze populariteit te boosten. Appreciëren. En iedereen op mijn die kanaal luistert, ook bedankt. Ja, exact. Volgende aflevering komt op Stef's kanaal. We gaan het een beetje afwisselen, zodat we onze kijkcijfers meer op één plaats kunnen concentreren. Mm-hmm. Wat dat leuker is voor ons ook. Oké. Ja, bedankt voor het luisteren. Ja, inderdaad. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, jongens en meisjes.